Wie zijn kinderdroom wil vervullen, moet daar vroeg aan beginnen. En dus staan de kandidaten in rij voor de Koninklijke Balletschool van Antwerpen. Een harde leerschool. Maar met een glimlach op de lippen zetten de prille ballerina's tijdens hun eerste schoolweek verbeten hun sierlijke stappen naar een professionele danscarrière. Thomas kijkt uit naar de eerste schooldag. Hij gaat dit jaar naar het eerste middelbaar. Dat is Thomas in actie. Zo zien we hem alle dagen. Heb ik het geluk als moeder hem s'avonds zo te zien. En eigenlijk had hem dat als hij al klein was. Als er muziek begon, in de wieg zelf begon hem al zo'n beetje te bewegen. Ja, dan voel ik mij precies dat je zo in een hemel zelf zo. Zo is zo, je bent precies zo aan het, ja, aan het genieten, aan het, ja, gewoon relax en... U laten gaan. Dat is Thomas, ja. Dat is, zo zie ik hem graag, zo is hem gelukkig. Eva danst al sinds haar vijfde, maar vanaf deze week gaat ze op internaat in de balletschool. Ze weet het. Ik heb ze van kleins af aan, nu dat ze zo groot is, opgevoed. En ze luistert nu goed en... Dan moet dat zo opeens een beetje achterlaten en zo, ja. Bij mij is het niet de hond blijft hier, maar nu is het mijn dochter dat ik moet achterlaten. In Antwerpen dan uiteraard. Een beetje vroeger dan iemand anders. En het valt een beetje zwaar. Directrice Panjeda neemt afscheid van de school, want morgen gaat ze met pensioen. Al mijn souvenirs, al mijn herinneringen neem ik mee. Ik heb al heel veel leeggehaald. Dat waren dus mijn laatste spullen. Ja, zelf het bureau lijkt helemaal anders, moet ik zeggen. De fakkel is overgegeven en ik zal nog wel dikwijls in de school op bezoek komen. Thomas volgt al enkele jaren balletles. Deze eigenlijk was eerst mijn eerste snoefje. Ja. Dus dat was toen dat ik juist begon. En dan heb je hier nog een hele collectie. Ik hou die bij. Hè. Dat is mijn verzameling. Als er ooit geïnteresseerden zijn om gesigneerd een snoefje te krijgen van Thomas? Als ik beroemd word, nou, ja, dan is dat toch wel veel waard als je beroemd bent, ik weet niet. Eva's mama helpt bij het pakken. Samen denken ze na over Eva's danstoekomst. Schaar heb ik mee. Je moet bijzonder goed zijn om bij de top te horen. Uw carrière duurt vrij kort en het is een vrij hard beroep. Ik heb daar mijn bedenkingen voor, omdat ze nogal zacht van karakter is. Klein hartje. En dat toch een vrij harde wereld is, denk ik. Ik denk wel dat ik het graag ga doen. En hopelijk ga ik het verder kunnen doen. Ja, dat wil ik. Dat is mijn droom, een beetje. Directrice Panjeda overloopt haar carrière. Ik was dus een leerling van het laatste jaar. Dus ik ben hier binnengekomen en ik deed exclusief. Ik danste van 's morgens tot 's avonds. Dit is een foto van heel de school uit die tijd. Dat is een foto getrokken in 1967. En dat waren alle leerlingen van de school. Waar stond ik? Hier ben ik. Ja, allemaal heel veel herinneringen. Thomas oefent thuis voor de spiegel. Van wie dat hij het heeft, dat weet ik niet. Het zal een combinatie zijn van de muzikale vader en de artistieke moeder. Hij heeft een knap lichaam. Hè. Dat heeft hem van zijn vader, zou ik zeggen. Hè. De meesten zeggen, ja, dansers, dat zijn vrouw. Maar ons Thomas is geen masker, maar dat is een knappe gast eigenlijk. Hè. Een charmante jonge heer, zou ik zeggen. Hè. Een balletdanser in wording. Dat hangt hier ook nog aan, hè. Dat is ook verleden tijd. Morgen is dat gedaan. Is dat een stuk van uw leven dat gedaan is. Maar zo is dat eenmaal. Dus als de school morgen opengaat, dan zal ik er ook niet zijn, hè.
Dan komen al die jongeren binnen. Dan hoor je terug al die jonge stemmen. Dan beginnen de lessen, dan hoor je de klanken. Waar je zo aan gewoon bent, dat feitelijk al één is geworden met u. En dan leeft de school. Eva installeert zich in haar nieuwe thuis. Voilà, waar ga je dat allemaal leggen? Hier gaat ze verblijven. Een klein leuk kamertje, moet niet meer zijn. Van maandag tot vrijdag en dan de vrijdagavond ga ik dan terug naar huis. Op mijn boekenrek? Ja, op uw boekenrek. Denk goed dat ik alle dagen, elke minuut aan u denk. Hè? Ja, ja, ik ook aan u. Dus, en als er iets is, moet je maar bellen. Ja, ja, niet tekort komen. Dus, ja, kom.